Yo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. En vandaag start ik weer met een oude serie die op een nieuwe game komt. Want namelijk op Black Ops 3 heb ik de serie Spin the Weapon gedaan. En eindelijk ben ik de Prestige Master op Black Ops 4. En kan ik deze serie verder zetten op Black Ops 4 dus. Dus wat ik heb gedaan, is ik heb alle wapens weer in een rad gestoken. Je hebt vrije keuzes. Je hebt vrije keuze plus 10 kills erbij. En noem maar op. Dus alles zit erin. Dus we proberen heel dat rad leeg te halen. Halen we de objective of halen we het aantal kills dat we moeten. Verdwijnt het wapen uit het rad. Maar in deze serie hebben we nu ook een tweede rad. En in dat tweede rad staan alle game modes van Black Ops 4. Plus, er staat ook nog een keuze in het rad voor de weekly game mode die erin zit. Dus we moeten proberen een aantal kills zien te halen in dat game modeje, om zeg maar te zeggen. Het zal variëren van hoeveel kills het zijn. Dus ja, jullie zullen wel zien hoe leuk dit wordt. Het wordt iets moeilijker dit jaar. En vind je het leuk, dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje drukken. Dat drie dingen dat hoeft te doen. En dan ben ik echt super blij. Dus, we gaan beginnen met het eerste rad. En dat is de beslissing van welk wapen. Oké, je ziet, ik heb het rad voor me. Het is iets aangepast. En we gaan gewoon drukken op klik. To spin. Ik ben echt benieuwd. Ik hoop echt dat we nu nog geen sniper krijgen hoor. Oh. Oké. Go. Oké. Ik vind het prima. Dus we gaan gewoon meteen een ICR7 clash aanmaken. En we gaan eens kijken. Hier heb ik nog een vrij clashje. Dus ICR7. Die staat hier wel mooi. Zetten we de reflex sight op, waarom niet? Wat zet ik daar? Het is al lang geleden dat ik dat wapentje niet meer gebruikt heb, dus wat voor het attachments moet daar weer op? Crip sowieso niet. Ik denk quick draw dat ik erop zet. En ja, long barrel kan in principe wel. Dan zetten we ook de steam shot aan, zetten we de specialist issue aan. Scavenger natuurlijk. Gunho. En Dead Silence, daar hebben we nog twee puntjes over en daar kunnen we Lightweight, waarom niet? Lightweight zet ik ook al best vaak aan. We kunnen nog een camo opgooien, hebben we iets moois van camo? Ah, we hebben deze camo's. We zetten wel deze erop, ik vind het prachtig. Dus, nu hebben we de ICR7 class aangemaakt, nu pak ik het tweede rad erbij. En dat gaat beslissen welke game mode we... Alright, het tweede wiel is aangemaakt en ik heb alle game modes... Of ja, eigenlijk bijna alle gamers erin gelaten. Maar ik ga nu even zeggen welke gamers er niet in zitten. Dus ik heb gewoon de weekly. Dus weekly wil zeggen dat ik mag kiezen uit deze future items. Of ja, gamers eigenlijk. Uit de core heb ik haste weggelaten. Puur omdat je daar niet echt zoveel kills in kan halen. En dat is ook een beetje stom. Free for all heb ik natuurlijk uitgehaald omdat er maar een limiet op zit. Search and Destroy heb ik er ook uitgelaten, puur omdat dat, ja... Ja, jullie weten wel waarom. Maar de rest van de game we zitten erin. Hardcore hebben we er ook tussen gestoken, behalve Free For All, Search and Destroy en... Ik weet niet, Control heb ik die erin zitten? Wacht, even kijken of ik Control erin heb zitten. Nee, Hardcore, Control heb ik er niet in zitten. Ja, dat is ook wel een heldige reden. Dus, ja, uit deze game modes... kunnen wij een potje gaan spelen. Maar ik ga wel doen. Zeg maar, winnen we of halen we de objective, dan verdwijnt het niet uit het rad. Dit rad blijft altijd, zeg maar, met dezelfde game modes. Het is niet dat als we winnen dat er één verdwijnt. Die blijft gewoon altijd. Gewoon om die variatie er echt in te houden. Dus we gaan beslissen welke game mode het is. Ik hoop eigenlijk niet dat het een hardcore is, want ik haat hardcore. Dus we gaan in 3, 2, 1 drukken op dit rad en alsjeblieft, geef me een goede game mode. Oké. Dit kan wel nog. Domination. Ik heb niet zoveel Domination nog gespeeld, dus we gaan gewoon in een potje.
met de ICR7. En het is een domination potje. En ik ga zo meteen het aantal kills bedenken. Maar ik moet nog even denken hoeveel gemiddeld per potje halen. Moet wel een moeilijkheidsgraad erin brengen. En ook weer niet te moeilijk. Dus we zien jullie in een potje. Alright, we zijn aangekomen in een domination potje. En het is op de map Payload. En we moeten proberen 45 kills zien te halen. Waarom ik 45 heb gekozen, puur omdat ik wil testen hoeveel kills we ongeveer halen in domination. En dat kan ik misschien na de eerste aflevering, als we opnieuw domination krijgen, de kill limit verhogen. En ze staan er maar twee in me op te wachten, jongen. Van zee. Er zit er nog één hoor, maar ik durf niet. Ik ga gewoon door, ik slijt er langs. Oh, ik word gebeld, nu niet. Nu niet. Nu niet bellen. Nu niet bellen, alsjeblieft. Ik zit in mijn potje. Sorry. Ga eens me opnieuw bellen hoor. Wacht hoor. Ik moet even trailfuncties uitzetten. Hoppa. Zo. Dan horen ze tenminste niet meer als ik gebeld word. Dus moet je met, als het dringend is, moet je mij terugbellen. Even sensor daar zitten hoor. Daar hoor je helemaal niks van. Dat bedoel ik. Ah, kwam er nog eentje via achter me. Wat een event. Dat is wel belangrijk. En volgens mij komt er hier. Ja, die bedoel ik. Die daar, ja. Kom, laat je hoofd zien. Oh, is dat daar, joh? Oh, nee. Ah, kutzo, die vent. Die vet staat daar al heel de tijd, hè. En ik heb echt één klein minpuntje aan die map. Of ja, één minpuntje kan je niet echt noemen. Ik vind het gewoon irritant aan de map dat we altijd zo ver achterin spawnen. Maar dat komt gewoon omdat het een langwerpige map is. En ja, dan zijn de spawns wel zo. Maar ik vind dat je veel tijd verliest door dat spawn. Maar ja, zo'n klein minpuntje. Maar gewoon niet overzeker, hè. Kutzooi. Hast. Ik had geen redot meer. Nee, ga je me afknallen. Ik had de handicap. Jij zit wie? Oh, ze zitten te campen, jongen. Het is niet dat ze echt er ja, een paar rennen erop af, maar echt veel zitten er ook keihard. Maar ook keihard. Sowieso zit hij er nog, hoor. Ja, sowieso. Brek! Een ghost en een silencer. Oh! Oh! Wat een erge mensen. Ik heb hem geraakt, vriend. Ik dead niet. Waar is hij? Hij is weg. Dus pak aan. Ah ja, oké. Dat was echt heel dom van me. Heel dom van me. Ik dacht, challenge hem gewoon. Ik had het beter niet gedaan. Want ze hebben ook counters. Zit hij daar boven weer te campen met zijn silencer as a ghost. Ik weet niet of ze hier spannen. Zo te zien lopen ze er niet. Daar is er eentje. Ik hoor iemand. Achter me, ja. Oké. Ik wist dat ze hier gingen spawnen. Sowieso gaat er één omlopen. Ik weet het daar. Ik moet echt die deur in de haten houden. Maar. Ik zweer het je. Teammate is dood gegaan, dus komt er hier eentje aan. Of eentje, zeg maar meer. Oh. Ik heb het gevoel dat hij niet echt gaat omlopen. Ja, dat klopt ook. Staat er nog eentje achterin? Ah, ik dacht dat je AFK stond. Maar dat stond je niet. Okay, we gaan gewoon die C-vlag pakken, of puur omdat het kan. Nu gaan ze ook omlopen. Oké, loopt nu weer op, hij is dood denk ik.
misschien niet meer op de UAV in ieder geval. Ik wil wel hartstikke die aankomen. Ik ben bang. Daar! Zie dat ding! Ik heb een druk over die hand. Wacht even met schieten, jongen. En doorschieten! Oké, dat werkt niet. Yo, die heet zich die! Ah! Ik zie, ze zitten allemaal te hunten op me. Ik zweer, dit potje loopt traag, maar ook gewoon traag. Ik zweer het je. We hebben 90 kills. Oké, op zich. Op zich voor dit potje vind ik het best. Ik speel ook gewoon nooit echt Domination, dus ik kan ook gewoon niet weten hoe het speelt eigenlijk. Maar, ja. Het loopt echt traag. De enemies. Oeh, een paar kunnen rennen. Maar je hebt er veel die sneaky in de rug komen, zoals je ziet. En echt gaan campen. Oké, we hebben nog één kill in die laatste ronde gepakt. Ik vind het best. Hoppa. Of in die eerste ronde bedoel ik. Oké, we hebben 22 kills in de eerste ronde. Op zich, ja. Het is echt, of ja, voor mij leek het weinig eigenlijk. Ik weet niet hoe voor anderen in de ogen ziet, maar ja, ik weet niet of 22 kills veel is voor Domination, want ja, ik speel het niet. En ik weet ook niet hoe die spawns werken. Het spannen allemaal op één kant, dat weet ik. Maar toch, ik vind het lastig spelen. Ik ben TDM gewend en daar flippen de spawns redelijk snel. Maar ja, hier is het wel iets anders. Maar moet goed komen. We zitten wel op de helft, of bijna, of ja, bijna op de helft dus. Moet allemaal goed komen. Enemy RCXD in your AO. Charlie secure. Enemy has A. Oké, lekker teamen. Spannen weer allemaal hier. Komt er eentje nu aan. 3-1. Oh, kut! Stond er al één eerder. Oké, Thomas. Thomas. Ik had niet verwacht dat je daar ging staan, want je stond niet op mijn vision pulse. Tenminste, dat. Kan ik iets de schuld geven? Nee, stop met de vision pills. Oh, Thomas. Hey, back is a bitch. Wat is goed aan hier? Hey. Ah, kut, ik schoot scheef, jongen. Ah. We hebben wel een mooie camo op ons wapen. Be secure. Zo, mijn aiming daar ook helemaal nergens naartoe. Thanks to me. Wauw, die EMP kwam heel slecht. Terwijl weer op B. Dit is A. Zo. En ook weer twee killetjes erbij. Kom dan. Ik weet dat jullie gaan komen, vriendjes. Oké, nu komen ze. Ze kwamen iets later dan hun plan. Naar boven, sowieso. Ik wist het. Ik wist het gewoon. Oh, ik heb geen ammo meer. Kut. Geen ammo meer. Nee! Oh ja. Beter dat ik nu doodgaat dan ik daar een half uur zat, want ik had geen ammo meer. Oh ja, als je dit wil. Ik heb scavenger aanstaan, hoe kan ik dan zo'n ammo zetten? Nou, dat gebeurde. Een doodgegaan. Ah, lekker heb ik weer ammo. Haha. Weer scampt het pack. Dat moet niet gebeuren. Ook uit MRF. Ja, dat is die ghost man. Dat is een Sinister. Die is echt sneaky hoor. Hij komt heel de TT in je rug. Echt vervelend. Ik denk dat hij hier komt nu. Nee, dat is niet de ghost man. Ghost man is de hacker. Losing B. Daar zit hij, ja. Zo. Dat was jij, teammate. Daarachter zit de enemy in mijn rug te snipen, maar dat is gewoon een teammate. Ah, stond hij met z'n tweeën. Ik dacht dat er maar één stond. Ah, jammer. We zijn wel bijna bij het aantal dat we moeten. 37, 15 op zich.
Stijf valt het redelijk mee voor de eerste domination potje en teren. Ah, oké, okay. Wat hebben we nog een kill? Wat hebben we nog een kill daar? Waar gaan we? Ik denk. Nee, daar loopt Hendrik. Staat er hier eentje? Teammate gaat er door dood. Ik weet niet of die terugkomt. Ik verwacht eigenlijk wel. Lekker teammate. Hostile UAV circling. Dat is een silent man. Die is van de sensor dart. Niet heel goed gegaan, maar. Thanks voor de assist, die telt ook wel mee. Thanks voor de kill. Losing Charlie. Dan moeten ze weer allemaal hier staan. Oké, okay, komen ze, ze komen. Commencing ice pick operation. Ah, in mijn rug! Ah, iedere keer als ik enemy zit daar op te wachten, moeten ze in mijn rug komen. Een spannend zich geflipt, of waar? Alpha secure. Oké, die was weak. Lekker. Waarschijnlijk dood. Nee, de silencer man. De silencer man. Waarom had ik die niet? Want hij had de silencer en ik niet. Dus de damage moet veel hoger zijn. Maar dat denkt Call of Duty weer niet. Ze liggen hier. Dat dacht ik al. Hostile attack chopper. Hostile attack chopper inbound. Daar, kom eens daar aan dan. Ah, we hebben het wel gehaald. Ja, we hebben het gehaald. Ik vind het prima. Ik vind het prima. Misschien halen we nog de 50 kills. Moet ik wel niet geschoten worden door de helikopter. Oh, we zijn bijna gelukkig. Ah, kut. Sorry. Die ICR-7. Het is wel een chill wapen, hoor, maar. Ik weet niet, hij is kill te slow, zeg maar. Hij kill te slow. Dat is het meer. Ik heb hem geraakt. Ah, oké, okay, we hebben hem weer 48-20. Ik vind het best. Ik vind het best. We hebben het wapen gehaald, dus we kunnen het uit de lijst halen. En ja, ik vond het echt een lastig potje. Sommigen stonden te campen, sommigen hingen er gewoon hard op af. Maar uiteindelijk hebben we het gehaald. Dus heb je genoten? Dus ik heb een duimpje omhoog gedrukt, op een belletje vergeet niet te abonneren. Drie dingen dat je hoeft te doen en willen jullie meer deze serie zien, dan zal ik me sowieso weten door een reactie achter te laten. Dus iedereen, bedankt voor het kijken en dan zeg ik tot de volgende keer nog weer mensen. Bye, bye.